De bond bij het Academisch Ziekenhuis is vandaag in actie gegaan. Het personeel is ontevreden dat afspraken met de regering niet zijn nagekomen. Iedereen is verhit en wij zullen het niet langer accepteren dat wij zo worden behandeld. Woorden van AZP-bondsvoorzitter Lloyd Pohl vanmiddag tegenover journalisten tijdens een protestactie van het personeel. Pohl zegt dat de medewerkers ontevreden zijn omdat de regering heeft aangegeven dat een deel van de afkoopregeling van hun wensenpakket niet kan worden uitbetaald. Dus de mensen zijn verhit en ze hebben besloten spontaan in actie te gaan. Ze hebben ons afgewacht vanmorgen. Ik heb intussen contact gemaakt met de minister van Volksgezondheid en de directeur van het Academisch Ziekenhuis. De minister zegt dat hij financiën gaat contacten. Dus dan wacht ik zijn reactie af, want hij zal me weer contacten. En nou, de mensen houden de poort bezet zoals u ziet. De acute gevallen laten ze wel naar binnen gaan. U begrijpt, we zijn ook niet onmenselijk. De mensen hebben sympathie met de zieke mens. Maar ze willen ook dat hun zaken gedaan worden, hun belangen behartigd worden. En ik kan u zeggen, de gemoederen zijn zeer verhit. De mensen kunnen het niet langer accepteren of willen het niet langer accepteren dat er elke keer weer zo wordt omgesprongen met de zorgmedewerkers. Medewerkers van de zorginstellingen bij deze. Pohl zegt verder dat er vandaag een bedrag van 2500 SRD op de rekening van de medewerkers gestort moest worden. De regering heeft volgens Pohl een ander betalingsvoorstel gedaan. Dit houdt in dat het geld in twee tranches wordt gestort, in september en oktober. Dit hangt de medewerkers de keel uit, zegt de voorzitter. En dat willen die mensen niet. U moet begrijpen dat de mensen al niet akkoord wilden gaan met een uitbetaling van 12.500 SRD in vier tranches, omdat je op den duur bijna niets meer kan doen met dat geld dat je ontvangt. Als je zo beetjes bij beetjes dat geld ontvangt en het ontwaart ook maar steeds. Toch? Wanneer je geld één keer krijgt, je hebt al zo langer opgewacht. Wanneer je het krijgt, dan kan je iets goeds ermee doen. Toch? De mensen hebben schulden. Je moet je ook indenken. De buschauffeurs zijn in actie gegaan, eergisteren. De mensen moeten nu ook weer meer uitgaven doen om aan het werk te kunnen komen. Begrijp je toch? En wie houdt rekening met de mensen? Toch? Dus vandaar dat wij hebben gezegd, oké, we nemen de acties over, we staan achter onze leden en dan nemen we de acties over. De regering geeft aan dat er geen middelen zijn, er is een financiële crisis of zo. Maar de mensen kijken ook toch. Ik heb verleden een interview afgestaan ook. Er is, ik denk, gisteren een bericht verschenen of vandaag daarvoor. Dat de regering zich sterk maakt dat de rechterlijke macht een loonsverhoging kan krijgen. En volgens de ware tijd online gaat het om een forse verhoging. Maar dan, hoe zeg je dat je dan de medewerkers die zo hard werken, ik zeg niet dat de rechters niet hard werken, en ik heb er geen bezwaar tegen laat dat duidelijk zijn, dat mensen een verhoging ontvangen. Maar die groep die zo hard werkt, kijk wat de mensen allemaal moeten ontberen. Tijdens de lockdowns, wanneer de rest van de mensen thuis zitten, moet het personeel aan het werk komen. Pohl zegt dat de acties zullen doorgaan totdat hun belangen zijn behartigd. Er worden voorlopig alleen acute gevallen geholpen. Hij verzekert dat het werk niet voor de volle 100% is lamgelegd. Alhoewel het personeel boos is, kent het zijn verantwoordelijkheid. Aldus AZP-bondsvoorzitter Lloyd Pohl over de werkneerlegging van de leden.